zijn er al. Leuk, leuk. Je kom even kijken, mooi. Nou, het is een oud huis, ongeveer 100 jaar. Daar heeft nog een oude minister heeft er gewoond voordat wij de... Voren. Ja, het punt naar voren. Naar voren. Ik moet het toch snel uit kunnen. Naar voren is goed. Ja. Let niet op de troep. Vrouw en kinderen zitten op Aruba, dus man alleen. Keuken, serre. Ah, kijk, mensen denken dat als je een groot huis hebt en veel geld, dat je geen problemen hebt. Maar dat is onzin. Ik bedoel, jij hebt misschien een kater van een biertje en ik van champagne. Maar het is dezelfde kater. In heel het Gooi is geen fatsoenlijke fagga te krijgen. Geen één fatsoenlijke tent. Dit is trouwens Piotr. Piotr is Paul. Paul, toch? Jij. Paul. Jij werkt voor mij. Staat niks. Je verstaat me niet, hè? Jij mij niet verstaan. Ja, maar wel centjes. Dat, hè? Ja. Ja, nee. Ja. Mooi zwembadje, toch? Hé? Hey, mooi is. VOC-mentaliteit. Toch? Water. Snap je hem? Ja, en natuurlijk ook een heel groot probleem is armoede. Kijk, armoede is vandaag de dag een heel groot probleem. Ik vind het schrijnend hoe ik geconfronteerd word met die mensen. Allerergste vind ik dat ze net doen of zij de enige zijn met problemen. Ik heb ook problemen. In mijn schoenen zouden ze moeten staan. Ze zouden sowieso schoenen aan moeten trekken, vind ik. Maar ja, dat hebben ze dan weer niet. Als je een bedrijf hebt, dan heb je meer te zeggen als je 60 aandelen hebt dan als je 1 aandeel hebt. En hier is het niet eerlijk. Weet je, neem mij, ik betaal tonnen belasting. En Joop in het dorp betaalt veel minder en die heeft net zoveel te zeggen als ik. Dat is toch belachelijk? Hebben jullie last van hem? Dan haal ik hem weg. Wat is een uitkering? Ja? 3.000-4.000 euro in de maand? Doe er wat mee. Ga niet op vakantie. Want je hebt al vakantie als je een uitkering hebt. Piotr, weg! 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 Piotr, kom! Uit! Prijsvergoeding. Hoe doe je dat? Laat me neemt eens uit. Uit, Piotr, man! Hè? Zit midden in mijn interview. Ik heet gewoon Hans. En ik ben een student, maar ja, van een studiebeurs kan niet rondkomen. Dus moet je een beetje bijklussen. Hij denkt dat ik een Pool ben. Hallo, maar... ik zit al hoor. Kom, hup. Is goed. Ik moet komen. Nee, niet jij. Zij. Hup, nu. Ik ben een mens. Heb ik geen mensen ogen? Heb ik geen mensen handen? Organen? Gevoel? Steek je mij, bloed ik dan niet? Kietel je mij, lach ik dan niet? Stuur je mij een rekening, betaal ik die niet? Ik heb ook problemen.